Het programma Klein Geluk van FNO levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Het programma creëert geluksmomenten. Klein, maar met een groot effect. De afgelopen 2 jaar heeft Klein Geluk 209 projecten mogelijk gemaakt die autonomie, participatie en welbevinden stimuleren voor 65.000 mensen. Een paar voorbeelden van dit grootse kleine geluk zijn een rolstoelwipwap voor mensen met visuele en verstandelijke beperking, een duofiets voor bezoekjes om boodschappen te doen en beweging, concerten waarbij klassieke muziek en het aaien van dieren centraal staan, de care clowns die met hun spel, muziek en zang mensen met dementie bezoeken, en een aangepaste moestuin voor mensen met een visuele of verstandelijke beperking. En dat is nog niet alles. Er zijn nog veel meer mooie initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Nationale Lees- en Vertelwedstrijd, speciaal voor dove en slechthorende kinderen. En de Race Runners. Zij stimuleren de sportparticipatie van kinderen met een beperking bij een reguliere atletiekvereniging. Het project Visit You is er voor kinderen met een chronische aandoening, waardoor zij als ze in het ziekenhuis zijn toch een beetje thuis zijn. En Vita Motion geeft mensen met een meervoudige beperking de mogelijkheid te bewegen of beweging te laten ervaren. Ook was er het festival Locked In, Locked Out. Een kunstevenement onder regie van mensen met ernstige lichamelijke beperkingen en communicatieproblemen. Dan zijn er nog de snoezelruimtes die het welzijn van cliënten bevorderen. En konden de Rijndam Racers met de bijdrage van Klein Geluk 4 handbikes aanschaffen, waardoor mensen met een dwarslesie of amputatie kunnen kennismaken met de sport. Het programma Klein Geluk heeft voor al deze mensen de afgelopen 2 jaar een verschil gemaakt. Een resultaat om trots op te zijn.